Goedemorgen, het is hartstikke vroeg, maar ik heb er onwijs veel zin in. We verwachten zometeen meer dan 100 studenten en net afgestudeerden die benieuwd zijn naar de Rijksoverheid en de diversiteit van alle organisaties die erachter zitten. Er werken 11.000 ICT-professionals binnen het Rijk. Dus wij zijn gewoon één van de grootste werkgevers op ICT-gebied. En uiteindelijk waren er twee apparaten die daadwerkelijk het guest account, het gastaccount, zonder wachtwoord ingesteld hadden. Kortom, je vult de gebruikersnaam guest in en je loopt zo het toestel in. Je kan alles doen. Er is een doorsnee, denk ik, van hoe de security ervoor staat. En dat is niet best. Wie van jullie zou ooit hebben vermoed dat dit voorwerp wel eens het meest grote security risico van de nabije toekomst zou kunnen zijn? Er was ook iemand die vroeg met een iPad, hebben jullie wifi? Als ik geen simkaart heb, dat is er dus, maar hij is ermee bezig, hij haalt je data daarvan. Ja, ik vind het een hele leuke dag, interessante dag met goede sprekers en het is ook gewoon heel goed georganiseerd allemaal. Het loopt allemaal lekker achter elkaar door, je bent de hele tijd bezig. Ik had niet verwacht dat het eigenlijk zo interessant zou zijn. Overheid is natuurlijk een beetje een stoffig onderwerp. Ik moet eerlijk toegeven dat ik dit ook wel had. Ik denk, dit is echt zo'n geregisseerde dag. Het is ook wel een beetje, maar het is wel heel open eigenlijk met de vragen via sms en Twitter. Ja, we hebben een leuk plenair gedeelte gehad. We zijn ook, ik ben net zelf bij de NCSC geweest. Nou, vandaag is een hele interessante dag. Sowieso omdat wij als IT-jurist, ik ben student IT-recht in Groningen. Toch een beetje op zoek zijn naar waar wij als student zijn terecht kunnen. IT bij de overheid van Nederland leek mij een hele interessante combinatie. Het is op zich wel interessant om te zien dat er toch wel, ik heb altijd de beeld bij de Belastingdienst van dat er altijd maar wat gekloot wordt, maar dat valt heel erg mee eigenlijk. Ik heb wel een klik met Defensie, maar dit was wel, wel erg interessant om ook alles te horen eigenlijk van wat ICT nou eigenlijk doet met een militaire missie. Ja, wat me wel opviel was de Rijksoudersdienst, want die ken ik eigenlijk niet voordat ik hier kwam. En het lijkt me wel een potentiële werkplek zelfs. Het lijkt me leuk om te gaan werken. Wat ik het leukste vond van vandaag is dat het Rijk gelukt is om eigenlijk te laten zien hoe divers het Rijk is. Hoeveel verschillende organisaties er schuil gaan achter die naam. Hoe groot de uitdagingen zijn, hoe snel de ontwikkeling van ICT binnen het Rijk gaat. En hoe belangrijk het is dat er voldoende jonge, net afgestudeerde en nog studerende mensen toch ook hun toetreden doen. En bijdragen aan de ontwikkeling van ICT binnen het Rijk.